SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. De opkomst van de twee teams van SV Urk tegen Sparta Nijkerk op 2 september op de Vormt. Voor Urk de derde competitiewedstrijd, ook voor Sparta Nijkerk. Na een succesvolle opening van het seizoen, een overwinning op Dem en vorige week het gelijke spel gehaald tegen Odin 59. Een wedstrijd die onder ideale omstandigheden werd gespeeld, maar vooraf 1 minuut stilte voor de overleden Ide Romkes, vrijwilliger bij SV Urk, die heel veel gedaan heeft voor de begeleiding van alle teams. En dan komt de pupil van de week, Ruben Weerstand, passeert 1, passeert 2 verdedigers van Sparta Nijkerk en uiteindelijk weet hij op een prachtige wijze te scoren. En dat is de opening van de wedstrijd SV Urk tegen Sparta Nijkerk. Een openingsfase waarbij Urk het heel moeilijk had. Het was Sparta Nijkerk dat de Urkers onder druk zette. En de eerste 5 minuten dacht iedereen van dit is een wedstrijd waar Urk het heel moeilijk gaat krijgen. En dan is het een aanval over de linkerkant, komt de voorzet. En dan is het meteen raak in de tweede minuut. Mark van der Weijden, de topscorer, die daar voor Sparta Nijkerk de Nijkerkers op een 1-0 voorsprong brengt. Opnieuw Sparta Nijkerk in de aanval over die linkerkant, waar ze veel ruimte kregen. En weer een voorzet van die buitenkant. Die bal die gaat er net niet in. En wederom veel ruimte voor de aanvallers van Sparta Nijkerk. Maar geen mogelijkheden, wel kleine kansen, maar geen doelpunt. En dan in de 13e minuut is het Klaas Kramer die geblesseerd het veld moet verlaten met een hamstringblessure. En hij wordt vervangen door Ide den Dulk. Dan gaat Sparta Nijkerk op een rustige manier aan de volgende aanvalopbouw beginnen achteruit. Waarbij de rust eigenlijk verzandt in onnodig balverlies aan de linkerkant. En dan is het Janno van Essen die de bal onderschept. En scheidsrechter Stegeman beslist van een strafschop overtreding binnen de 16. En natuurlijk veel protesten bij Sparta Nijkerk, wat onder andere veel gepraat oplevert. En uiteindelijk ook de gele kaart voor doelman Matthijs Zwaneveld. Maar de bal gaat wel op de stip. Met nu al te zien Klaas Romkes die zich over het vonnis wil gaan, die het vonnis wil gaan voltrekken. En hij treft doel met volle overtuiging en brengt Urk op gelijke hoogte naar ruim een kwartier spelen, 1-1. Op dat moment geloofde Urk er ook weer in en was het Sparta Nijkerk dat even zoekende was. En een diepe paas van Ideneentjes op Klaas Romkes. En die gaat alleen op doelman af en hij blijft heel cool. En brengt Urk al 3 minuten na zijn eerste treffer op een 2-1 voorsprong. En de blijdschap is heel groot. Want het was tot dat moment eigenlijk Sparta Nijkerk dat de wedstrijd domineerde. Actie van Lucas Graal, waarbij aan de buitenkant ondersteuning krijgt. En dan komt een hoge voorzet die even geschrand wordt. En dan is het uiteindelijk een paas naar Lucas Graal, die wel op het doel schiet, probeert te schieten, maar de bal gaat hoog over. En deze kans gaat voor Urk verloren. Sparta Nijkerk blijft de aanval zoeken en nu over de rechterkant, waarbij er veel ruimte ligt. En is het Jan Ras die aan de noodrem moet trekken door uiteindelijk de aanvaller Sterling van Sparta Nijkerk onderuit te halen en hij krijgt daarvoor de gele kaart. De vrije trap van Sparta Nijkerk eerst kort genomen en dan uiteindelijk een inzet
die over het doel gaat en geen mogelijkheden meer voor Sparta Nijkerk. En blijft het 2-1 voor SV Urk. Aan de buitenkant Lucas Tol met een mooie voorzet, maar die gaat net over de verdediging en over Lucas Graal heen. Waarbij Lucas Graal wel probeert om nog uit te verdedigen, maar dat lukt niet helemaal. En is het Sparta Nijkerk dat de aanval probeert verder op te zetten, maar toch weer opnieuw balbezit. In dit geval is het Jan Ras die de bal verliest en uiteindelijk een inworp voor Sparta Nijkerk met een diepe paas naar voren. Waarbij het uitverdedigen via Benny Dunning, die gewoon de bal ruim naar voren ramt. En dan is het uiteindelijk een mogelijkheid, maar geen meer voor Urk, want het is buitenspel. Sparta Nijkerk gaat vlak voor rust toch richting de aanval en een mooie voorzet van de rechterkant. En opnieuw is het Mark van der Weijden die frank en vrij voor het doel staat en de bal in het doel kopt en de stand op 2-2 brengt. Vanaf de aftrap neemt Urk wel het initiatief naar de voorkant, waarbij Ieder Neentjes met een schitterende beweging daar de verdedigers van Sparta Nijkerk op de verkeerde been zet. En de vrije trap, nog een keer die mooie actie van Ieder Neentjes onder zijn standbeen langs. Een Zidane zoals dat in voetbaltermen heet, maar hij wordt getackeld achter de bal voor de vrije trap. Ieder Neentjes en Jan Ras. En de vraag wie gaat dat doen? Het is Jan Ras. En hij treft wel het, bijna het doel. Maar net boven de doelman op de lat. En zo gaan we de rust in met de stand 2-2. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Sparta Nijkerk komt heel voortvarend uit de startblokken na de rust. En is het uiteindelijk De Heus die voor beide eerste paal de bal vrij kan inkoppen. Maar een prachtige save van Richard Strijker voorkomt de voorsprong van Sparta Nijkerk en blijft het 2-2. Maar in diezelfde, bijna in diezelfde minuut is het eerste overtreding op Johannes Schrijver. Maar Stegeman laat doorspelen en geen overtreding geconstateerd. En mag Sparta Nijkerk proberen om die bal voor te brengen. Waarbij uiteindelijk die bal inderdaad bij de eerste paal komt. Maar de tegenaanval van Urk die gaat verloren. Omdat de scheidsrechter eerst zegt een blessurebehandeling voor Johannes Schrijver. Hij kan de wedstrijd hervatten en uit die... Dat moment die vrije trap neemt Urk het initiatief naar de voorkant. Er zit Lucas Graal die de bal daar in de schitterende actie in het doel probeert te krijgen. Maar hij treft het zijnet waarbij de doelman van Sparta Nijkerk geblesseerd raakt, Matthijs Zwaneveld. Hij zal later Dizzy het veld moeten verlaten en moeten worden vervangen. Zo blijft het 2-2. Dit is het moment waar de doelman Matthijs Zwaneveld aangeeft van het gaat niet langer en hij moet vervangen worden door Sam van Steenis, de wisseldoelman. En is het opnieuw Lucas Graal waarbij Sam Steenis in actie moet komen om hem van het scoren af te houden. Corner van Urk van de rechterkant waarbij de bal nog een keer voorgegeven wordt en uiteindelijk een mooi moment om voor Urk, maar is het opnieuw de invaldoelman Sam van Steenis die een voorsprong van Urk weet te voorkomen. Is het Sparta Nijkerk dat aan de rechterkant doorkomt. En dan wordt die bal heel hard ingespeeld. En het lijkt erop of de verdediger van Urk zijn hand daarbij gebruikt. En protesten van alles en iedereen van Sparta Nijkerk. Maar geen strafschop in de ogen van de scheidsrechter Stegen. Dan is het in de 78e minuut een corner van Jan Ras, waarbij de bal uit de kluts weer voor de voeten komt van Klaas Romkes. En hij scoort daarmee zijn derde doelpunt van de middag en brengt Urk na bijna 80 minuten spelen op een 3-2 voorsprong. En dat lijkt een hele bevrijdende voorsprong, maar dan moeten er nog wel ruim 12 minuten gespeeld worden plus de vele extra tijd. En dan is het natuurlijk Sparta Nijkerk dat er alles aan doet om de aanval
op te zetten en die achterstand weg te werken. Met veel ruimte achter de verdediging latend. En daardoor krijgt Urk de vele mogelijkheden in die extra tijd. Waarbij nu de mogelijkheid, jawel, voor Klaas Romkes, waar hij trefzeker was in vorige drie-game situaties, wist hij hier, de bal gaat hoog over. En dan is het uitverdedigen van Sparta Nijkerk. Maar dat is het Lucas Tol die de bal onderschept. En hij heeft de mogelijkheid om Urk op een bevrijdende voorsprong te zetten van 4-2. Maar hij mist, want het is de doelman die op het juiste moment redding weet te brengen. En dan komt er nog een schitterende trap van de aanvaller van Sparta Nijkerk, Kevin Steerling. Maar een prachtige save van Richard Strijker voorkomt de gelijkmaker. Een prachtige uithaal van Lucas Tol. Daarmee brengt hij 4-2 op het scorebord. Ver in blessuretijd. En waar iedereen dan denkt, dat is de bevrijdende treffer. Zoals ook de teammanager Klaas Wakker hier de blijdschap laat zien. Maar dan is het toch nog uiteindelijk Sparta Nijkerk dat uit de eerste beste aanval na die 4-2 een voorzet krijgt. En wie staat daar aan de basis? Dat is natuurlijk weer Mark van der Weijden, die ook een hattrick scoort vandaag, zijn derde doelpunt. Maar verder liet Urk het niet komen en de blijdschap was heel erg groot naar een hectisch slot van deze wedstrijd. 4-3 winst voor SV Urk. En dan gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers. Rijdt naast mij de trainer van Sparta Nijkerk, Erik Speelziek. Erik, hoe teleurgesteld ben je? Enorm. En waarin ben je teleurgesteld? Uiteraard ook in het resultaat, maar ook hoe wij eigenlijk die wedstrijd in de eerste helft volkomen onnodig doen kantelen na het begin. Ja, want de eerste 10 minuten, toen speelden jullie Urk met een hoge druk zetten. Eigenlijk van het veld, om zo maar te zeggen. Ja, en het is ook het bijzondere is ook weer dat de eerste keer dat ze voor de goal komen, dan is het 1-1. En dat is natuurlijk als je als ploeg zo geen grip hebt, wat Urk de eerste fase had, dan is dat een enorme ruggensteun. En dan komt de 2-1 eroverheen. De teleurstelling zit natuurlijk ook in het feit dat we verdedigend zo kwetsbaar bleken. Want uiteindelijk wordt het dan vlak voor rust toch nog 2-2. En meteen na de opening van de tweede helft kreeg De Heus een hele grote mogelijkheid. Een prachtige redding van Strijker. Ja, en dan is het een open wedstrijd, hè? Maar dat is bij... ik ken Peter al lang. We kennen elkaar al lang. En hij wil ook altijd voetballen met zijn team. Wij ook. Daarnaast heeft Urk ook nog een keer enorme drive om te spelen. En na de rust kom je uiteindelijk in een soort omschakelvoetbal terecht. We hadden het in de rust wat gerepareerd. Dat aan de rechterkant hadden we voor rust wat problemen. Die waren daarna wel over aan de rechterkant. Maar dat kwam het meer aan de linkerkant. En het is heel lastig voor ons momenteel om het blijkbaar verdedigend zo op orde te krijgen tegen de wijze van spelen van Urk. En die wijze van spelen van Urk, dat was dan met name in die tweede helft. Want op het moment dat het 3-2 wordt, dan laat Urk de mogelijkheden liggen. Alle ruimte die jullie dan weggeven op een uitbreiding van die voorsprongen. Ja, maar dan is dat is een andere wedstrijd dan. Hè. Het gaat meer, waar wij wat meer, wat voor mij ook een tikje onbegrijpelijk is dat je het bij die 1-1, dat je het zo uit handen geeft eigenlijk. Hè. Je gaat daar heel onnodig een slijding aan. Daarvoor heb je al heel onnodig balverlies. Het was niet de eerste keer dat we aan die kant wat onrustig aan de bal waren. Vandaar de wissel ook in de rust. Dat is iets aparts, dat we het zo makkelijk uit handen geven. Nou, teleurgesteld in de bus terug naar Sparta. Naar Nijkerk. En in ieder geval veel succes in het vervolg. Want bij Urk is de euforie heel groot. Ja, en dat is ook terecht natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Ja, Peter, gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. En als we even teruggaan naar die eerste helft. Vind je dat goed? Ja. De eerste helft, de eerste tien minuten. Vooraf is er gezegd van, wij moeten voorkomen dat ze heel hoog druk zetten bij ons. Maar die kans kregen ze en die gaven jullie ook, hè? Nou ja, kijk, op basis van de vorige wedstrijden bij Sparta Nijkerk stonden ze inderdaad heel hoog. We hebben ook gezegd van, kijk, wij willen gewoon ook voetballen van achteruit. Ik heb gezegd, zij gaan dat doen. Voel je je comfortabel genoeg met Richard en met twee centrale verdedigers. Backs erbij, middenvelders erbij. Voel je je comfortabel genoeg om te voetballen, ga je dat gewoon doen. Ga je proberen om uiteindelijk mensen vrij te krijgen. Alleen ik vond dat we niet
goed genoeg waren, niet comfortabel genoeg waren om dat op deze manier te doen. Kost je uiteindelijk ook de 1-0. En we blijven daar te lang in hangen, zeg maar. En zo rond de 13e minuut valt Klaas Kramer uit. Toen dacht ik van, ja, dit is opnieuw een domper in deze situatie. Ja, en in de tegenaanval wordt het 1-1. Ja, goede wissel. Nee. Heel gelukkig. Hè, want we hadden natuurlijk nergens recht op. En ik vond dat we het opbouwend aanvallen niet voor elkaar hadden. Maar ik vond dat we het verdedigend ook niet voor elkaar hadden. Want uiteindelijk heeft Spartanijk ons wel een aantal keren pijn kunnen doen. Het is natuurlijk al een paar wedstrijden zo, de eerste helft. Of een fase vorige week bij Odin. Maar uiteindelijk sta je ook zomaar in één keer onbegrijpelijk op 2-1 voor. Twee kansjes. Uiteindelijk maken ze 2-2. Ik denk ook meer dan verdiend als je kijkt naar de hele eerste helft. Ja, in de tweede helft hebben we gezegd van ja, wat gaan we doen? Gaan we dit blijven doen? Of gaan we proberen onze organisatie verdedigend? Dat is vaak wat makkelijker te organiseren. En want ook dat hadden we niet voor elkaar. Dus we hebben ervoor gekozen om echt in te zakken, echt klein te maken, de ruimtes klein te maken. Het is zwaar weer. De jongens hadden het ook heel lastig fysiek ook. Ik zei, nou, dat zal Sparta Nijkerk ook hebben. Laat zij het maar doen. En wij zakken in, maar maken het klein. En geniet daarvan. Ik bedoel, het is misschien niet het voetbal wat we willen spelen. Hè, want we willen ook graag aan de bal zijn, attractief, initiatief hebben. Maar het zit er vandaag gewoon in. En daar hebben we voor gekozen. En dan is het wel lekker dat je uiteindelijk ook bevestigd wordt. Hè, ook naar die groep toe. Dat het iets opgeleverd heeft. Ik zeg, want ik ben ervan overtuigd, als we dat voor elkaar hebben, we kunnen ballen gaan veroveren. Kunnen we met de voordelen die we hebben, kunnen we Sparta Nijkerk pijn doen. En dat hebben we laten zien. En die omzetting van Klaas Roomkes naar het middenveld en Lucas Stol naar de linkerspitspositie, ja, dat was ook een omzetting die resultaat opleverde. Ja, ik denk nog niet eens zo poppetje voor poppetje, maar het zat meer in dat we zeg maar een meter of 10 wat verder inzakte. En met name ook dat we tegen onze twee buitenspelers, want die speelden veel te ver naar buiten als we de bal niet hadden, waardoor de onderlinge ruimtes veel te groot werden. Zij heel makkelijk daardoor ze door konden voetballen. Gewoon die twee buitenspelers wat dichter bij je middenveld. Daar zat volgens mij de sleutel. En dan uiteindelijk, ja, ik zeg het in die extra tijd, wat een hectiek. Hoe heb jij toen op de bank gezeten met kans op kans? En uiteindelijk bleef het maar 3-2. Nou ja, inderdaad. We hebben genoeg kansen gehad om Sparta Nijkerk pijn te doen. En uiteindelijk duurde dat heel lang in de wedstrijd. Komen ze nog weer terug ook nog. Die scheidsrechter haalt, ik weet niet waar die minuten vandaan haalde, maar die maakt het ook nog extra spannend. Maar ja, ik denk, ja, zeker natuurlijk op basis van de tweede helft ook niet meer dan verdiend. Want Sparta Nijkerk is ook niet meer in staat geweest, zeg maar, om in die kleine ruimte die wij creëerden, om daar iets te creëren. Ja. Goed. In ieder geval gefeliciteerd met deze toch prachtige overwinning. Intussen sta je derde vier op de ranglijst. Met andere woorden, een hele goede start van deze competitie. En succes volgende week in en tegen Staphorst. En voor die week, over 14 dagen, zien wij u allen graag terug in de wedstrijd tegen VVSB uit Noordwijkerhout. Dank jullie wel.